In Rotterdam is een droom uitgekomen. De afgelopen 10 maanden hebben we Edwin van der Meijden en Karin Hamerlinck intensief gevolgd. Ze zeiden hun oude leven vaarwel en begonnen aan een nieuw bestaan. Inmiddels runnen ze hun eigen hotel dat vanaf zaterdag echt open is. Tijd voor de allerlaatste aflevering van Hotel aan de Maas. In hartje Rotterdam bouwen Edwin en Karin aan hun droom. Een luxe hotel. 17 suites, 30 bouwvakkers, 9 maanden om alles af te krijgen. En dat met 3 kleine meisjes. Dit is Hotel aan de Maas. Veentje, kom. Wie wil er voorin? Mama. Oh, die meneer. Zo begon 10 maanden geleden het avontuur van Edwin, Karin en de drieling. Het drukste jaar van hun leven stond op het punt van beginnen. Het zal niet rustiger worden. Dat is wel iets wat we zeker weten. We bouwen een hotel. We houden zelf erg van die verwennerij. Ja. En ik denk dat we het ook leuk vinden om mensen te ontvangen. Het is gewoon echt een nieuw leven zoeken. Maar ja, het is onwijs boeiend. Ja. Onwijs boeiend. Iedereen is super enthousiast. Nou ja, dat is natuurlijk waar je het uiteindelijk ook voor doet. De meeste tijd is gaan zitten in het ombouwen van het verlopen monumentale pand naar een luxe suitehotel. Daar vielen ook de hardste klappen, financieel en emotioneel. Eigenlijk maar 1 periode die ik minder vond. En dat was dat we dachten dat we klaar waren en dat we nog lang niet klaar waren. Dus als het daarbij blijft, dan zitten we al over de 10.000 euro. Maar dat is jullie spaargeld? Ja, dat is ons spaargeld, ja. Dus daarom is het ook gewoon echt. Daarom zijn het ook rake klappen. Ja, het enige waar ik echt spijt van heb, was mijn ruzie met Maurice. 3 weken van tevoren heb ik aan jou gevraagd voor de vakantie. Ja, regel een opslag hier binnen. Hij komt donderdag. Hij krijgt een extra biertje van me. Yeah, 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 yeah! Ik heb het denk ik nu het zwaarst. Want Karin en Edwin moesten ook nog een nieuw vak leren. Hotelier. Het leukst vind ik toch het contact met de gasten, ja. Kletsen met mensen. Ik zie het hotelvak ook heel erg als de hele dag kletsen met mensen. Dus Ed denkt van, oh mijn god, gaat ze de hele dag kletsen met mensen? Maar het minst leuke vind ik het gebrek aan slaap en ritme tot nu toe. Er komen straks echt gasten, hongerige gasten naar beneden. Moet ik voor zorgen. Maar er moet ook aandacht zijn voor Vee, Coco en Lotte. Ik zorg er dan blijkbaar wel elke keer voor dat de kindjes fatsoenlijk te eten krijgen. Maar gisteravond dacht ik, en ikzelf dan? Vanaf het begin wisten Edwin en Karin dat de combinatie van de zorg voor de drieling en het hotel zwaar zou worden. Ze hadden er goed over nagedacht. Ik dacht wel, ja, dat zal wel druk zijn. En een hotel zal ook wel druk zijn. Is dat allemaal bij elkaar? Is dat te doen? Als ik er echt uit moet en meisjes gaan troosten en zo, dan voel ik het gewoon heel erg. Dan ben ik lichamelijk een vrouw. Laat me slapen. Anders zorg voor de kinderen. Straks gaan ze aandacht delen bij de gasten. Dat is toch niet de bedoeling. Als ze straks hun eigen plek hebben met hun eigen speelgoed. En al hun eigen speelgoed dat ze kunnen kiezen. Dan zullen ze daar ook liever blijven. Maar goed, ze horen natuurlijk bij het hotel. Het is geen eenvoudig jaar geweest. Maar uiteindelijk is het hotel wel geworden wat ze voor ogen hadden. Het is absoluut fascinerend om te zien dat als je iets in je kop hebt, dat je dat er ook. Dat het er ook uit kan komen. Per averti meravigliosa creatura, sei sola al mondo meraviglioso. Ik denk dat we zo op 80-90% zitten van die droom. Maar die 10-20% die zijn wel heel cruciaal om echt heel gelukkig te worden. Ik kan nog wel eens, nou, het gebeurt hetzelfde, maar
s'avonds even op een bankje daar gaan zitten en dan naar dat pand kijken en denken hoe het er in januari 2007 uitzag. En denken van, nou, dat is toch, het is toch een wonder. Aanstaande zaterdag gaat Hotel Pinkels officieel open. En dan kan hun nieuwe leven echt beginnen. Dag, tot de volgende keer.